Suriname en Japan hebben een grant ondertekend. De grant houdt in dat er geld beschikbaar wordt gesteld voor de verdere ontwikkeling van de visserijsector in ons land. Het Nationaal Informatie Instituut heeft voor u het volgende verslag, waarbij minister Ildis Polak Bigli van Buitenlandse Zaken, de ambassadeur van Japan, de heer Okada, en de minister van LVV, Lekram Surjan, aanwezig waren bij de ondertekening van deze grant. En u hoort ook nog korte vraaggesprekjes die we hadden met deze functionarissen. To supporting the Republic of Suriname's fisheries sector, which is of high economic and social importance to the country. In dit geval gaat het dus om het opzetten van ijsfabrieken en het aankopen van equipment om de kleine man in de visserijsector te helpen. Daar gaat het vandaag om. Dus Buzo heeft getekend en dan moeten wij nog een aantal dingen doen. We moeten een rekeningnummer opmaken, zodat het geld speciaal kan worden gestort op een bepaalde rekening. En al de equipment welke wij willen, wordt gefabriceerd in Japan. Zoveel als mogelijk. Dus het is een grant in de orde van ongeveer 3,5 miljoen US dollar. En het moet dus dan de sector ten goede komen.